Goeiedag allemaal. Het is vandaag de 29e oktober 2011. Mooi weer, een beetje somber, maar lekker zacht voor de tijd van het jaar, dus we mogen niet mopperen. We lazen vandaag in de krant dat er in de wereld steeds meer jonge mensen afkeer hebben om boer te worden. Dat een wetenschapper van de Erasmus Universiteit dat had uitgevonden. Steeds meer jonge mensen hebben een afkeer om boer te worden. Ja, en die afkeer, waar bestaat die dan uit voornamelijk? Natuurlijk, voornamelijk bestaat die eruit dat ze het werk op de boerderij niet aantrekkelijk genoeg vinden. En dat ze het te weinig kunnen verdienen. En dat, laten we zeggen, de omstandigheden waarin ze moeten werken ook niet helemaal ideaal zijn. Want de grote stad die longt. En ik kan dat best begrijpen, want je moet keihard werken als jij boerke bent in een ontwikkelingsland of in een arm land. Want dan kun jij niet bogen en steunen op zware machines en mooie trekkers en met van alles en nog wat eromheen. Nee, dan moeten deze twee handjes gebruiken en daar komt dan een heleboel eelt in. En dan blaren en blijnen en hoe een rug raakt krom en ja, je gaat op best van alles voelen en alles gaan zeer doen. En dan moet jij boer worden en blijven en hoe gezin onderhouden en die kinders voeden. En over het algemeen ja, valt dat dan allemaal niet mee en dan wilde dat eigenlijk liever niet, want de omstandigheden zijn gewoon niet leuk genoeg. En dan komt er letterlijk naar voren, zoals we natuurlijk dat in de Bijbel ook lezen, dan zul jij in het zweet des aanschijns jouw brood moeten verdienen. Ja, en het punt is natuurlijk, als jij dan tegelijkertijd ook nog in een land leeft waar het onderwijs goed is en jij goed onderwijs genoten en je hebt behoorlijk wat kennis verzameld en je denkt dan dat je ook buiten die landbouw misschien wat kunt gaan verdienen, dan trekt je weg en dan ga je naar de stad. We hebben dat gezien en we spreken uit ervaring. We kennen een land, Kenia, waar bijvoorbeeld in Nairobi, een grote stad, waar omheen enorme sloppenwijken zijn. En waar komen die mensen allemaal vandaan? Die komen allemaal van het platteland. En dat zijn eigenlijk allemaal in potentie mensen die daar vroeger van de akkertjes leefden. Van de, als boer zijn. Maar die trekken weg, want in de stad is het, lijkt het allemaal veel leuker. Maar ja, de werkelijkheid die is natuurlijk heel anders. Maar dat je dat ziet hoe ze daar leven. Ja, dan schrikt u eigenlijk een ongeluk. Mensen zijn arm, ze hebben niks. Ze wonen in koten die wij nog te min vinden om bij wijze van spreken een pony te stallen. Ja, en dat leidt alleen maar tot een hoop ellende en een hoop met misdaad, prostitutie en ja, noem maar van alles en nog wel wat niet deugd. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Kijk, als je in zulke landen zijn ze wel bereid om boer te worden als je maar wat kunt verdienen. Als er maar geld op de plank komt, want dan wil men dat wel. Maar wat is het over het algemeen het geval? Die regeringen van die landen, die houden die boeren in een houtgreep. Want zo gauw dat er voedselschaarste optreedt en de voedselprijzen stijgen, te veel naar de zin van de politiek, dan grijpt men in. Want men wil de stedelijke bevolking, en dat zijn natuurlijk grote groepen mensen, die wil men te vriend houden. En als je die te vriend houdt, dan zit de politiek goed in zaal. Maar als de stad in opstand komt, ja, dan zeiden we, de politieke toekomst ben je zo eigenlijk van de kaart geveegd. En dat willen ze niet. En wie is dan de klos? Dat is natuurlijk die individuele kleine boer. Want ja, die kunnen makkelijk pakken. Die heeft geen macht, die kan niks terug doen. En dan is die de klos. En wat is dan het gevolg? Dat hij op een zeker moment zegt, nou, mijn pakje Jan, ik heb geen zin meer om boer te worden. En die kinderen van hem ook niet. Dus ja, zo zit dat ongeveer in elkaar. Maar van de andere kant is het wel zo natuurlijk, dat het hebben van land, het hebben van een stukje grond, dat is bijna heilig in bepaalde landen. Had jij thuis, en je kunt in de stad werken zoveel als je wilt, maar had jij dan thuis een stukje grond hebt, dan ben je een rijk man. Want waarom ook? Omdat je dat op dat stukje grond, als je later doodgaat, dat je familie je daar kan begraven. Dan zij in ieder geval alweer thuis, uiteindelijk thuis. En ja, wat is een boer? Hè? Wat kunnen wij gaan afvragen? Ze willen geen boer meer worden, ze hebben afkeer om boer te worden, zegt die wetenschapper. Maar ja, wat is nou een boer? Kijk, in de arme landen en in de ontwikkelingslanden, daar zei de boer, als je een stuk land hebt, om je eigen gezin van eten te voorzien. En daar gaat het dan alleen maar om niks anders dan alleen zoveel te verbouwen dat je je vrouw en je kinderen kunt voeden. En dat ze met een gevulde maag s'avonds naar bed kunnen gaan. Dat hoeft geen grote variatie te zijn. Nee, als ze maar genoeg hebben. En dat zijn ook boeren. Alleen, ja, dat zijn geen commerciële boeren. En die mensen die hebben het kwaad. Want kijk eens hier, als het allemaal lekker groeit en alles gaat voorspoedig, dan is er niks aan de hand. Maar owee, als de oogst mislukt
En je ziet dat aankomen. En je ziet aankomen dat je kinderen niet kunt voeren. En dat je ja, steeds maar minder je gezondheid achteruit gaat. En er geen uitzicht is op iets anders. Ja, dan kun je ook niet verlangen dat die kinderen, als die een opleiding hebben gehad, zeggen, nou, wij willen dat ook. Wij gaan naar de stad en daar willen we ons leven gaan ontwikkelen. En niet op dat platteland. Maar luister, kijk, zodra een overheid bereid zou zijn om te zeggen, ja, kijk eens, wij laten die prijzen zodanig stijgen als nodig is, dat er van een bepaalde oppervlakte grond met gewone arbeid een leuk inkomen is te halen, dan zul je dus wat zien. Dan wordt dat heel anders. En dan zal de interesse van die jonge mensen zeker toenemen. Want het alternatief in de stad, dat is natuurlijk vaak ook niks anders dan ellende. Dus en dan trekken ze liever terug naar het platteland. Maar ja, dat zal nog wel een tijdje duren overigens. Hè. Kijk, je kunt dat allemaal niet in één dag veranderen. En wat het boerenleven betreft, dat is in die streken natuurlijk toch best wel aantrekkelijk. Want je hebt dan een, laten we zeggen, een hechte gemeenschap van mensen bij elkaar. En de gezelligheid en de saamhorigheid en het elkaar helpen, dat speelt daar natuurlijk een grote rol. Dus het aantrekkelijk zijn van boer zijn op een klein bedrijfje in een arm land, dat is best goed. Alleen de omstandigheden zouden een klein beetje veranderd moeten worden. Ja, en kijk eens hier in Nederland, daar hebben we natuurlijk met hetzelfde te maken, maar op een andere manier. Daar zien we steeds meer bedrijven, iedere dag opnieuw stoppen er boerenbedrijven. En waarom stoppen die? Omdat er geen opvolger is, omdat het te weinig perspectief biedt, hè? Omdat het te duur is om over te nemen. Kortom, zijn een heleboel omstandigheden waardoor wij ook hier in Nederland steeds meer boerderijen zien verdwijnen. En is dat erg? Dat is op zich helemaal niet erg, want wat er overblijft, dat wordt toch wel verbouwd. En als jij de omstandigheden niet optimaal kunt hebben, ja, dan kunnen wij gaan afvragen, wil je wel boer worden? Is er nog wat perspectief? Natuurlijk zijn er hier ook in Nederland nog volop jongeren die heel graag boer willen worden. Gelukkig, maar we moeten wel even kijken naar de omstandigheid. De arbeidsomstandigheden zijn natuurlijk stukken gemakkelijker dan elders in de wereld. Het financiën, dat zal wat moeilijker zijn, maar daar kunnen we misschien overeenkomen. En dus daarom blijven we altijd een landbouw houden. En dan kunnen ze wel zeggen, ja, ze hebben een afkeer van het boer worden. Maar let wel, en dat is natuurlijk een waarheid als een koe. De mensen zullen altijd moeten blijven eten. Daar zullen ze elkaar voor vermoorden. Daar zullen ze elkaar voor bedriegen. Daar zullen ze van alles en nog wat voor doen. Daar zullen ze oorlogen voor voeren. Maar eten zullen ze. En wie zal dat eten dan eigenlijk moeten verbouwen? Dat is de boer. Of het nou een kleine boer is of een grote boer. Een boer zal altijd blijven bestaan. En dat is een hoopgevend geheel. En wat er nog bij komt, en dat is natuurlijk langzaam maar zeker of sterk groeiend, de waardering voor de boer neemt toe. Want de voedselschaarste neemt toe. Men beseft steeds meer en meer dat er genoeg voedsel moet zijn. Binnenkort hebben we de 7 miljardste inwoner op aarde. En ja, daar moet eten voor zijn. Dus het kan dan wel tijdelijk zo zijn wat die wetenschapper zegt, dat er een afkeer is om boer te worden, maar dat zal maar tijdelijk zijn. Het blijft en het zal altijd zo zijn dat de boer blijft en zorg zal dragen voor de maatschappij en daarom altijd een gewaardeerd en gerespecteerd figuur zal blijven. En daar wou ik het vandaag maar eens bij laten. Ik zou zeggen, houdoe en tot volgende week.